Na de bevalling moet ik rust houden. Na 18 dagen sta ik op. Ik val om. Ik sterf. Ik ben 31. Jammer. Ja, zo voel ik het. Jammer dat het nu al stopt. Ik kan niet zeggen dat ik net begonnen ben, maar er is nog zoveel te doen. En Mathilde, mijn lieve kleine dochter, 18 dagen oud, dat we het nu al zonder elkaar moeten doen. Ik voel in mij een zachte, bevende grondtoon. Een ademloze, ingehouden, trillende vleugelslag. Wanneer ik werkelijk kan schilderen, zal ik dat schilderen. Mijn man en ik werken tegelijkertijd en naast elkaar. Otto schildert landschappen, ik schilder mensen. Echte mensen, geen poseurs. Ik schilder wat ik zie, niet wat ik denk dat we gezamenlijk zien. De mensen die ik portretteer doen niet alsof. Ze zijn. Ze bestaan. De vrouwen en kinderen hier uit het dorp, die op het land werken, op de markt rondlopen. Kinderen uit het weeshuis, vrouwen uit het armenhuis. Ik wil dicht bij die mensen komen in mijn schilderijen. Hier in Worpswede ben ik niet alleen schilder, maar ook Otto's vrouw en Elsbeths stiefmoeder. Al die afleiding. Godzijdank heb ik Parijs. Ik voel me er thuis. En tegelijkertijd blijft de stad me elke keer verrassen. In Parijs valt de beklemming van me af. Daarnaast hebben ze hier in tegenstelling tot Worpswede geen commentaar op de richting die ik kies in het schilderen. Maar na een aantal weken verlang ik weer terug naar de kolonie en naar mijn gezin, Otto en Elsbeth. In mijn atelier, net buiten het dorp, voel ik me thuis. Als mijn goede vriendin Clara Westhof me hier komt bezoeken en we praten over kunst, over het leven, of we dansen, dan voel ik me op mijn plek. Mijn atelier. Mijn eigen ruimte waar ik alleen kan zijn. Ik hoef geen maaltijden. Ik wil mijn tijd niet verdoen aan koken als ik ook kan schilderen. Ik eet een kom appelmoes en een ei terwijl ik mijn werk bekijk. Het zijn vaak de mannen geweest die moeders en kinderen portretteren. Het ideaalbeeld van het moederschap. Altijd die overgave. Altijd vol geluk. En de kinderen zijn altijd licht, vrolijk en dromerig. In mijn werk gaat het niet om waar we over dromen. Het gaat om waar we aan denken. De intimiteit van een moeder en een kind weergeven. Van twee kinderen samen. Wat gaat er in ze om? Wat gaat er in mij om? Ik schilder mezelf. Het wezenlijke in mezelf. Ik ben in Parijs en heb Otto per brief laten weten dat ik hem verlaat. Ik ben geen Modersohn meer. En ik ben ook geen Paula Becker meer. Ik ben mezelf. En ik hoop steeds meer mezelf te worden. Otto is naar Parijs gekomen. We zijn weer bij elkaar. Ik ben zwanger.